Donkere, grieze loften boppen het gebouw van Friesland Campina. De winst van het bedrijf valt bot af. Campina maakt verliezen hier nog 292 miljoen winst. En in het eerste deel van dit jaar is er nog maar 8 miljoen van oer. 94% minder dus. Voor die 94% binnen twee heel duidelijke redens. De eerste is dat er volle meer concurrenten op de markt binnen. En de tweede is dat de inflatie heel hoog geworden is. Dat betekent ook dat consumentenbestedingen geraakt zijn. Dat zullen mensen ook dagelijks merken als ze boodschappen doen. Dus dat raakt ons ook in de vraag. Dus het is de combinatie van stijgende kosten en daarmee ook in sommige gevallen teruglopende vraag. En daar moet je ook op acteren. Friesland Campina joeg jeder loon dat het bezuinigen maat, maar hoe groot die klap worden zou, dat wie nog net wist. Voor de werknemers is dit een hele grote schok. We zijn ervan geschrokken, want als er een ontslag wordt aangekondigd, dan weten wij als geen ander, vanuit ons vak, ons werk, dat dat impact heeft op de levens van mensen. Dus ja, dat is gewoon slecht nieuws. Er komt een sociaal plan voor de 1800 werknemers. Wat ik sterk vind is dat mensen ook daarvoor een aantal maanden worden vrijgesteld van werk. Dus je bent echt een paar maanden doorbetaald vrij, waarin je dus volledig kan focussen op een nieuwe baan. Het melkveehoudersvakbond zegt de reorganisatie onkomen en is benauwd voor een domino-effect. Als het beleid wat het momenteel demissionaire kabinet aan het uitvoeren is, als ze dat doorzetten, ja, dan gaat er nog wel een kaalslag vinden. In Zuidoost-Friesland wil men met het hele stikstofmaatregelen een behoorlijke kaalslag plaatsvinden. Vinkweidegebied, ja, wil men ze nu en dan onder water zetten, zal het ook moeilijker worden. Ja, dat gaat op een gegeven moment met de werkgelegenheid gaat dat wel wat doen. In Friesland werk je bij Friesland Campina zo'n 1600 mensen. Het is nog net duidelijk hoeveel van die werknemers die in krijgen.